Stosselt, hey, Beker kent zijn eigen wetten, ja. Maar dit is toch doodzonde? Ja, zeker. Je komt op 1-0 voor. Na een eerste helft die we wel onder controle hadden, maar weinig creëerde, te weinig. Had ik het gevoel na de 1-0, nu komt het omslagpunt. Nu pak je controle en kan je door. Dan komt redelijk uit het niks de 1-1, maar daarna waren we het helemaal kwijt. Je begint eigenlijk met Seuntjes en Fleming op de bank. Was dat de bewuste keuze? Ja, Mats is een beetje een apart verhaal met rondom coronatesten. Fleming heeft al sinds Heracles, toen hij niet meedeed, wat last. En dan kan je blijven doorgaan en doorgaan. Maar met 7 wedstrijden in korte tijd moet je gewoon keuzes maken. En dat heeft niet te maken met luxe, maar gewoon met noodzaak. En zeker voor zo'n ploeg in vorm is dat jammer. Ja, maar ja, je ziet in Nederland overal spelers omvallen met hamstringblessures en allerlei blessures. Je kan heel stoer volhouden dat iedereen blijft spelen. Krijg je ook de rekening voor. En je hoopt dan vandaag dat de anderen het laten zien. Dat was niet goed genoeg vandaag. De eerste helft was het gewoon één richting verkeer. Alleen te weinig kansen, vind ik. Ja, helemaal eens. Dat heb ik ook in de rust gezegd. We hebben controle. We geven helemaal niks weg. Alleen elke keer in de eindfase waren we niet goed genoeg. Op de laatste bal na moeten Sammy voor een leeg doel. Dat hij de eerste aanval die echt goed uitkwam. Dus met dat gevoel was ik eerst heel ontevreden over de eerste helft. Natuurlijk wil je meer. Maar vanuit controle heb je dat je wel kan uitbouwen. Nou, dat vond ik net de 1-0 prima. Maar daarna had je veel te grote ruimtes. Je zat voorzitter toe, je verliest duels, je laat ballen door. Ja, dan gaat het hard. Haal je wel de verlenging. Ja, dan een hele merkwaardige penalty om het zo maar te noemen. De ploeg is blijven knokken, dat kan ik ze echt niet ontzeggen. Maar we hebben wel gewoon te veel fouten gemaakt om goed genoeg te zijn. Is het ook al iets met het oog op zondag of zo dat mis is gegaan vandaag? Ja, ik heb het gevoel dat niemand in het veld minder deed of dat ik trek mijn poot terug omdat het zondag een wedstrijd van eigen Ajax op het programma staat. Ze hebben alles gedaan, alleen het was niet goed genoeg. En dat is ook mijn verantwoordelijkheid. En de competitie gaat er gewoon heel erg goed, moet ik zeggen. Ja, ik heb de groep ook verteld. Dit is een hele grote tik. Maar bij Fortuna spelen, er horen tikjes bij. We hebben een hele mooie serie gehad waarin we allemaal elkaars beste vrienden waren. Ja, nu is de kunst om ook een man te blijven en niet te gaan lopen janken. Maar bij elkaar te blijven en snel weer op te staan. Want dat wilde ik net vragen. Hoe verwerk je zoiets? Ja, door een nacht te balen. En morgen op de club te komen en vooruit te kijken naar Ajax toe. Veel succes dan. Dankjewel.